Weet je wat het deed? Nou, ik heb ooit een keer schoenen voor jou gekocht. In het leven heb je vrienden die je al lang kent. In het leven heb je een vriendin die je ook lang kent. En het is natuurlijk een constante strijd tussen je vriendin en je beste vriend om te kijken wie je het allerbeste kent. Fight! Corona. 5 jaar geleden hebben wij een video gemaakt die heet Wanneer ben ik ontmaagd? Girlfriend versus best friend. Quintus ziet eruit als een hele andere dude. Als een Lego poppetje of zo. We gaan vandaag 5 jaar na deze video bekijken en bepalen en checken of jullie me nog steeds zo goed kennen als dat jullie me toen kenden. Dat het 5 jaar is geleden, dat is best wel ziek. Als je had gezegd 2 jaar, had ik het ook geloofd. Zeg dat over jezelf. Ik ben Quinten. Ik ben backup danseres. Oh ja. Backup danseres in de boyband. Oh ja. Die tijden. Hi. Wij waren ooit een parodie boyband. Die per ongeluk ook ging optreden op events. En toen was het hele parodie stuk weg. Ja, dat is echt weird. Eens in zoveel tijd cirkel in een cinematische video mee. En hoe lang? Kun je met awkward? Ja, met je handen. Speel ik wel eens met een cinematische. I don't even know this dude. Heel lang. Ja, heel lang. Vanaf groep 2, tweede klas of zo. Kijk hoe zenuwachtig. En verlegen. Jij was een verlegen! Jij was zeker niet iemand die video's maakte, dat is duidelijk. Nou, wanneer had jij mij? Tweede klas of zo. Oh, dat was jij de. Noni! En dit is Nina. Nina, zeg het over jezelf. Nou, ik ben Nina. En. Maar zo schattig ben jij. Oké, nou niet meer. Jawel. Ik zeg toch, ben jij? Daar gaan we. We hebben dus een test gedaan om te kijken wie mij het beste kent. Dat gaan we nu weer doen. Ik ga dingen fout hebben die ik gewoon toen goed had. Dat denk ik ook dat ik dat heb. Zijn we allemaal? Ja! Oké. Okay. Wat is mijn oogkleur? 3. Wat is mijn oogkleur? Groen. Oh, ik ga nu hetzelfde zeggen als toen. Groen-grijzig. Ja, blauw-groen-grijzig. Nee, jij zegt 3 kleuren. Jij zegt blauw. Oké, je moet tegelijkertijd. Anders kun je het van elkaar jatten. Oh, ja. Luchtblauw. Oké, hij zegt dus blauw. Ik zeg groen. Blauw-grijs. Groen-grijs. Groen. Het is groen. Ja. What the fuck? Nee, toch? Helemaal niet. Echt wel, dat is groen. Kijk dan nou al 9 jaar in. Dit is echt wel groen, dit is geen blauw. Ben jij kleurenblind? Maybe. Pol! Ja, dus, het is een beetje natuurlijk groen-achtig. Daarom is Dr. Pol dus zo populair, want je dit soort dingen allemaal ziet. Dames en heren, Dr. Pol! Groen! Groen! Gehaktbal! Was jij toen ook al zo competitief? Volgens mij niet. Nee, toen durfde ik niks te zeggen. Maar nu? Ik denk dat Kelvin me toen leuk vond. Dan kan ik ook alle kleuren gaan noemen. Dan heb je het zo. Ik heb dus groen. Ja, wat is het? Hij is echt groen. Ja, ik vind het wel groen-grijs. Nee, ik heb gewonnen. Maar ik groen-grijs. Je zegt nu letterlijk wat ik heb gezegd op antwoord. Do you even know me? No. Oké, vraag 2. Wat is mijn schoenmaat? Oké, tegelijkertijd moeten jullie het zeggen. 3, 2, 1, 43. The winner is Quinten Paul! I knew it! Ik twijfelde tussen die twee. Ja, dat is echt ziek. Weet je hoe dit nog is? Hoe weet jij? Ik heb een keer schoenen voor jou gekocht. Witte schoenen. Witte schoenen. In Spanje. Ja. Oké! Okay. Het staat 1-1. 3, 2, 1. 42. Oh, hetzelfde. Nothing has changed. Niks is veranderd. Yes! Weet je wat het deed? Nou, ik heb ooit een keer schoenen voor jou gekocht. Precies! Hetzelfde! Weet je wie dit nog is? Ik heb ooit een keer schoenen voor jou gekocht. Vraag 3. Met welk meisje had ik als eerste verkering? I know this one. Met welk meisje had ik als eerste verkering? Zoals jullie weten was ik vroeger sowieso geen womanizer. Jij hebt met heel veel meisjes echt bam, 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 bam. Kinderverkeringen gehad. Maar welke moet ik kiezen? 3, 2, 1. Marije. Kut, ik zat thuis in Sarel Marije. Maar ik dacht, Sarel was basisschool. Dat telt niet. We gaan zien wat het antwoord hier was. Dit is gewoon. Oké, okay, dit is. Okay. Jij bent Marije, jij bent Sarah. 3, 2, 1. Priscilla de Jong! Priscilla. Zij was 5 jaar ouder dan ik of zo. Ja. 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 Met Sarah gaan. Sarah, ja, ja. Maar dat is echt verkering. Want dat was zelfs in de brugklas. Hier, Quint heeft 2 punten, Nina heeft 1. Wat is mijn favoriete vissoort? Dat is misschien wel veranderd. Deze weet ik. Dat is veranderd. Ik weet om deze. Om te eten? Ja. Wat denk jij dan? Om mee te chillen? Jij. Oké, okay, nou zeg het maar, mijn favoriete vissoort. 3, 2, 1. Pangasius filet.
Het is gerookte zalm. Toen was het sowieso niet gerookt, want ik heb ooit een gerookte zalm gechapt. Dus het is niet meer gebaseerd op het aantal dieren? Hier. Nee, het is sommige... Oké, nou, sorry, maar dan spelen we een hele andere game. Ik moet niet eens meer hier naar denken, ik moet alleen hier. Ja. Want hoe heet dat ding ook maar weer? Nee. Maar weer, hoe heet dat ding ook maar weer? 3, 2, 1. Kanalen. Garnaal? Toen had ik het ook goed, kibbeling. Nu heb ik het weer goed. Nou, kibbeling is eerder vis dan garnaal. Maar ik weet het nog verschil. Garnaal. Net als dat je stof van die kibbeling. Spreek Nina. Wat is dit? Ben ik een borstenman of een billenman? Oh, dit weet ik. Is het veranderd? Ja, het is veranderd. Dat weet ik ook namelijk. Ik weet het. Ik weet het niet. Ik weet het zelf niet eens. Is het veranderd? Ik weet het zelf niet eens. Ik weet het zeker. Dus het is veranderd. Dus dan is het niet hetzelfde als wat het toen was. En ik weet wel wat het toen was, maar niet wat het nu is. Nou, ik weet het niet. Reverse geval. Psychology ik is no longer proven. Zeg het maar. 3, 2, 1. Billen. Ja, maar toen was het tieten. 3, 2, 1. Borsten. Ja, het is borsten. Ik zei dat het was veranderd, hè? Misschien is het nog wel hetzelfde. Nee, ik denk dat het wel veranderd is in billen. Waarom eigenlijk? Vind je mijn borsten niet meer mooi? Je bent gewoon uitgekeken op mijn borsten, dat kan ook. Op welke leeftijd verloor ik mijn maagdelijkheid? Dat weet ik. Dat je echt toen nog van die domme vragen zo van... Nu staat het echt overal. 3, 2, 1. En wacht. 15. No, ja, ik hoorde het al. Ja. 15. Ja, dan ga ik toch ook 15. Nee, jij wil iets anders zeggen. Nee, ik wou 15 Nee, zeggen. Jij wou niet 15. Waarom zei jij? Ik zei wacht. Ik zei wacht. Dit was pre-Gio. Mensen praten. Daarna komt alles. Ja. Wat is mijn favoriete muziekgenre? Ja, maar dat is veranderd. Hey, ik zeg niks, mi pampa. Ja, maar een genre. Ik ken nooit genre namens van muziek. Ik weet niet hoe die genres heten. Ik ken letterlijk maar 3 genres of zo. Do you even music? Ik luister altijd gewoon 40 muziek. Jezus. 3, 2, 1. Wacht. Nee, dit kan niet. Hip-hop wou ik zeggen, maar ik was gewoon nog niet ready. Ik mag nog een antwoord geven. Hip-hop. Het is hip-hop. Oh. In. Ik was wel aan het zijn. R&B. Keihard gefixt. Ja, ik weet niet eens wat R&B muziek is. Dat is Usher, baby. Ja. R&B. Ik weet niet. Ik zou weer helpen. What is happening? We zitten in een tijdloop. We zitten vast in een tijdloop. Ik heb 5 jaar lang ben ik eigenlijk gewoon niet beter. Hé, hier koos ik R&B. Nee, hè? Ja, maar. Nee, heb ik. Nina heeft het goed. Wat de fuck? Maar het is al veranderd. Ah, kak. Naar welke stad op de wereld wil ik altijd nog een keer naartoe? Die is niet veranderd, toch? Hey, ik zeg niks, man. Ik weet niet eens of je nou uiteindelijk al bent geweest of niet. Hebben wij wel een relatie gehad in de tussentijd? Je moet me geloven, soms weet je niet meer. Ja, wat is dat? Wat happened? Zo vaak zien we elkaar ook niet, hè? Dus. 3, 2, 1. New York. Allebei goed. 2, 1. LA. New York. L.A. Oh, ik bedoel die helemaal aan de andere kant. Het adres van mijn ouderlijke huis. Oh fuck, ik weet het nummer niet meer. Opgegroeid, waar wij gechilled hebben. Fuck, waar wij fuck. Gesext hebben. Super en super smerig, ik ga je gelijk weg. 3, 2, 1. Iedereen is weg, 1. Godver, is dat goed of is het 3 of 2? Sit down. I'm too excited. 2, 1. Iedereen is weg, 3. Fuck, 3. Voel je ook, hè? Misschien is 3 wel goed. Oh. Is er nog 1, man? Oh, dat is allebei goed. Nice. Maar, het staat gelijk spel. 5 en dat betekent dat dit de beslissende vraag is. Hoeveel abonnees heb ik op de Kelvlog? Oh. Oké. Okay. De Kelvlog, hoor je dat? De Kelvlog. Kut. Ah. Oké, we gaan eerst even kijken hoeveel het 5 jaar geleden was. 900.961. Er is wel wat veranderd, some eerlijk. Things have changed. Nu is het, wat denk jij? Ik heb 1.023.842. Oké, ik heb 1.034.000. Het aantal abonnees wat ik op dit moment op mijn kanaal heb is... Zet je vast. Hou je hart vast. 1.245.722. Nina heeft gewonnen!
I fucking lost. Maar zo duidelijk, ik weet meer over jou als persoon en zij weet meer over jouw cijfertjes. Daarom ben ik er ook. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!